Welkom bij weer een nieuwe vlog met deze week onder andere boxer braids of waren het cornrows? Ik weet het niet meer, maar ook een heleboel gezellige etentjes, afspraken en verhuisperikelen. Het is donderdagmiddag en ik had vanmorgen wat afspraken buiten de deur en ik ben nu weer onderweg naar kantoor. En dan vanavond heb ik een heel gezellig etentje met Jamie en haar vriend Michael. Dus daar ben Nick en ik wel zin in om eventjes ons rommelige huis uit te zijn. Ik moet zeggen, we zijn wel heel ver gekomen met de dozen. Maar nog lang niet klaar. En zoals jullie weten, de meubels die moeten dus nog komen. Dus, maar goed, even een avondje ertussenuit. Judith is jarig en die trakteert en die weet precies wat ik lekker vind. Gin tonic. Nou, na een lange dag werken zijn we onderweg naar Dynasty. Een van mijn favoriete restaurants in Amsterdam. En dan gaan we gezellig een hapje eten met Jamie en haar vriend Michael. Ik heb me wel eens fitter gevoeld. Ik ben echt doodmoe van de verhuizing. Maar ik ben er ook wel eventjes naartoe om er even tussenuit te zijn. Ja, nou, we hebben net heerlijk gegeten hier bij Dynasty. En we zitten nu aan ons toetje. Oftewel dubbele espresso voor mij. En een heleboel lekkere koekjes. En dit is een van onze favoriete restaurants in Amsterdam. Het ziet er een beetje gek uit. Met allemaal parasolletjes aan het plafond. Het is een beetje een aparte locatie. Maar het eten is hier echt heel lekker. En dit krijg je bij de koffie erbij. Kijk naar wat een leuke, knappe mannen wij hebben, James. Ja, vooral die rechter. Nee, die linker. Ah, nee, echt rechts hoor. Zo blij dat we niet op dezelfde mannen vallen. James, Michael. Hey, leuk je om te hebben, ja. Nou, bedankt voor een leuke avond. Yes, jullie bedankt. Oh, het is vrijdagochtend en ik ben klaar om naar kantoor te gaan. Maar ik wil eerst nog even met jullie delen dat ik een klein beetje orde heb geschept. Ik heb hier een heel kleine kledingkamer en ik weet dat jullie daar heel erg benieuwd naar zijn. Dit is het, het deel, ik noem het maar even het spring-summer gedeelte, dus alles wat ik nu dit seizoen een beetje draag. Want meer past er dus momenteel niet in deze kamer. En dit zijn dus de prachtig in elkaar gezette rekken van IKEA die we samen even hebben gehaald van de week. Het is een tijdelijke oplossing, want volgende week worden mijn garderobekasten in de slaapkamer en in de logeerkamer ingemeten en ook in deze kamer. En dan komt het helemaal goed, maar dit is voorlopig wat mijn kast is, wat erin past. Even kijken hoor, ik kan beter zo filmen. Dus schoenen staan op de grond en dit is overigens alleen het hang. Al mijn tops verder die opgevouwen zijn, truien, nog veel meer schoenen en al mijn broeken die liggen nog hiernaast. Maar goed, it's a start. Dus ik kan in ieder geval 's ochtends mijn spulletjes een beetje vinden. Die kan weer dicht. Ik ben dus klaar om naar kantoor te gaan. Dit heb ik aan vandaag. Alles van George V. De mooie Xandra pants met die fringe aan de zijkant. Volgens mij is de sale trouwens voorbij. Dus die collectie is op. Staat niet meer online. Dus dan hebben jullie een beetje pech. Maar ik ga naar kantoor. Wij gaan naar het tuincentrum en daarna gaan we door naar mijn ouders waar we met al mijn zusjes hebben afgesproken. En voor degene die het is opgevallen, ik heb groene kleurlenzen in en het is echt mega irritant. Het is niks voor mij dit. En we hebben onderweg eventjes mijn zusje Eline opgepikt en die heeft Youssef bij zich. Ja! Kijk nou wat een schatje. Hallo, zeg jij eens even gedag tegen iedereen. Hi, hallo. Hey, dagjes. Burgerlijk, op zondag lekker naar het tuincentrum met z'n allen. Nou, heel veel gezien. Dus hier komen we nog een keertje terug. En we hebben in ieder geval een heel mooi bosje bloemen voor mijn ouders gekocht. There's a place I go to when no one knows me. It's not long. It's a necessary thing. It's a place I made up.
Super lief, ik heb dit boek gekregen van Tony Krabbe van mijn vader. Nooit meer te druk. Typisch iets voor mij dus. Ik heb net heerlijk ontspannen en gezwommen en in de spa geweest. En nu ga ik mijn zusje of mijn moeder overhalen om bij mij twee invlechten te maken. Want dat wil ik al heel lang en ik kan het niet bij mezelf. Ik ben benieuwd. Leg jij mijn haar eens even in? Ja, sneeuw. Ah. Het sneeuwt. Alsjeblieft. Zielig. Ah, zijn vetrolletjes. Hele mooie vlechten. Het is maandagochtend en ik heb net een meeting buiten de deur gehad aan de Amstel. En ik ben nu net aangekomen op kantoor, dus ik ga even mijn rondje maken. Ik heb vandaag dus nog steeds mijn vlechtjes in die mijn zusje heeft gemaakt gisteren. Maar er zijn er heel veel verzoeknummertjes en ik kan dit dus ook niet bij mezelf, maar bij iemand anders. Dus ik ga nu Robin, die heeft echt super mooie bos haar, die ga ik nu invlechten. Ben je er klaar voor? Hello. Ja. Geen mee? Echt? Ja. Nou, Ro, ik denk dat jij het beste eventjes kan filmen. Ja. En dan pak ik hem wel af en toe van je over. Maar zo, ik ga dus beginnen met vier vlechten. Dus ik heb vier elastiekjes. Kijk. Ik heb altijd elastiekjes in mijn tas. Want die zijn, ben ik altijd kwijt. Maar die belanden dus in mijn tas. En dan ga ik waarschijnlijk over op twee. Want je hebt heel veel haar. Ja. We doen echt de mensen moord voor. Dus dan maak ik een middenscheiding. En dan verdeel ik dat weer in tweeën. Dus let's start. En daarvoor heb ik nodig een pen. Om de scheiding maken. Maar je hebt nu in ieder geval je haar in tweeën verdeeld in een rechte scheiding. En deze kant moet ik dan sowieso eventjes vastzetten. Gewoon even zo. En dan moet ik nu deze kant weer verdelen. Nou, en dan pak je elke keer als het vlechtje aan de zijkant is, dan pak je er wat bij. Zie je, 3 minuten werk. Zo, dan in de middel. Maar dit is serieus de eerste keer dat ik een op-invlecht maak. Het gaat vet goed. Ja. En dan heb jij ook nog eens heel dik haar. Echt absurd. Oké, dit is hoe ver ik nu ben. Het lijkt mij ook leuk om ze strakjes zeg maar een beetje uit te trekken. Dat zie je ook wel eens dat ze dat doen, beautyvloggers. En hiervan ga ik denk ik straks 1 maken. Dus deze vlecht ik dan zo naar elkaar toe. Het zit al hartstikke mooi hoor, Ro. Nou, dit zijn er dus nu 4. Het is echt wel heel erg cool hoor. En nu ga ik dus deze 2, denk ik, naar elkaar toe vlechten. Zodat je 2 vlechten overhoudt. Dus ik heb net van 2 vlechten heb ik 1 gemaakt. Dus dit is het resultaat nu. Zover zijn we. Het is heel mooi hoor, Ro. Dus nu nog deze kant. Dus ik haal ze dan weer halverwege los. En dan vlecht ik ze zo hier naar elkaar toe. En dit is het resultaat. Mega cool, Ro. Alleen, het is niet af zonder de earcuff. Super mooi. En helemaal af met de Cassie earcuff. Mijn lekkere ontbijtje, lekker veel fruit, een groente fruitsapje en koffie. Met dit uitzicht, verhuislandschap en bloemen. Het is dinsdag 12 april en het is de day after mijn vlechten. En ik heb mega veel krullen. Ik weet niet of het een trend gaat worden, maar het is wel heel lekker. Je hoeft er helemaal niks aan te doen. Het staat gewoon helemaal bol. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik kan het iedereen aanraden. Wat een topkapsel is dit. Kijk nou hoe cool. En ik heb vandaag een hele mooie
trui aan van Josh V. Goedemorgen, het is woensdagochtend en Helga en ik zijn samen onderweg naar studio. Om nog te hou je mond. Oké, we rijden in ieder geval goed. Helga en ik zijn onderweg naar een studio om een shoot te doen vandaag voor de nieuwe High Summer collectie van Josh V, de 17 collection, die aankomende week wordt uitgeleverd aan de winkels en dan ook online verkrijgbaar is. Dus we hebben er zin in vandaag. Ik heb trouwens nog een vraagje voor jullie, want ik heb gisteren een foto gepost met mijn boxer braids. Althans, ik dacht dat het boxer braids waren. Twee ingevlochten vlechten erop gevlochten, dus binnenste buiten, naar beneden in twee vlechtjes. Maar ik kreeg een heleboel comments dat het cornrows waren. Wat is het? Wat zijn het? Kan iemand me hier uitleggen in de comments beneden? Dan snap ik het voor de volgende keer. Thanks! Nou, de eerste set staat erop, dus ik ga me nu omkleden. Hoi! Hi! We zijn dus met poeder aan het spuiten en dat doen wij zo. Terwijl ik in de lucht spring. 1, 2, 3. Zo, nou, de shoot zit erop. Het was echt heel erg interesting en heel erg leuk. We hebben gesprongen en we hebben met poeders gegooid en hysterisch gedaan, gelachen, boos gekeken. Dus alles kwam weer voorbij. Het was een zeer geslaagde shoot. Dus morgenochtend gaan we even de foto's selecteren die we hebben gemaakt vandaag. En nu gaan we weer een uurtje terug naar Amsterdam rijden. Gewoon heel belangrijk is als je zo'n druk leven hebt, is dat je gewoon altijd gezond eet en nooit een keer een frietje of een patatje, want het is gewoon niet goed voor je. Ik ook, ik eet elke dag gezond, maar ik zondig nooit, Helga ook niet, maar heel belangrijk. Wauw, er is echt zo'n mega heftige regenboog hier. Super mooi wonen hier op de Zuidas. Het is donderdagmiddag en ik ben bijna op kantoor. Ik heb net wat afspraken gehad buiten de deur. En ik ben nog net op tijd om zo live de lookbook lounge te volgen op kantoor. Dat is altijd een heel spannende periode voor ons. Dus ik heb nog een paar minuutjes en dan gaan we live met het lookbook van de nieuwe High Summer collectie. Dus ik hoop dat ik het red. Ik ben net ietsjes te laat, ben ik bang. Nou, we gaan het zien. Trouwens, ik heb gisteren heel stoer zitten filmen dat ik iets van de McDonald's heb gegeten. Maar ik was er ziek van. Gisteravond had ik al buikpijn en ik kon het vanmorgen gewoon nog voelen. Ik kan gewoon echt niet meer tegen rommel en ongezond voedsel. Dus bij deze, ik neem alles terug wat ik heb gezegd. Je moet gewoon gezond eten en geen rommel eten, want er zit daar echt helemaal niks in bij McDonald's. Ik had er echt direct alweer spijt van. My OOTD. Ik heb nu de perla trui aan in het grijs. Zo mooi. En we zijn
online. En hier zit iedereen. Yeah. Het crisiscentrum van Joshua. Nee, niet. De harde, warme kern van Joshua, waar iedereen ervoor zorgt dat jullie allemaal mooi ons nieuwe lookbook kunnen zien. Dat gebeurt allemaal hier. Even een applausje voor jullie. En dit was mijn vlog van deze week. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Mochten jullie vragen hebben of een reactie willen geven, dat kan hieronder. En ik lees echt al jullie reacties. Vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan zie ik jullie volgende week weer. Bye bye! Dit is nu de bende waarin wij leven. Mag ook wel een keertje geshowt worden. Want nu staat dus al ons inboedel nog in dozen. Oh, het zegt zoveel nog wat we moeten uitpakken.